Hey, hey, superleuk dat je weer luistert. En vandaag wil ik het heel graag met je hebben over de simpelste en krachtigste weg naar succes en geluk. Door gewoon jezelf te zijn. Gewoon alleen jezelf. Ja, degenen die luisteren, die kunnen het niet zien, maar ik heb sinds kort lenzen, dus... Ik heb even geen bril op en ik hoop dat dat zo blijft en dat het goed blijft gaan. Maar ik neem dus de podcast ook altijd op video op en die zetten we ook op YouTube. Dus vandaar dat je mij nu ziet zonder bril. Niet dat je denkt, huh? Ja, dat dus. Ja, en ik wil het al een paar weken met je hebben over de weg naar succes en geluk. Vind je alleen op de meest krachtigste en snelste manier door jezelf te zijn. En daar wil ik met je over hebben. Het gaat over het leven, het gaat over werk, het gaat over ondernemerschap. Kijk, wat ons geleerd is door de hele maatschappij waarin we leven, nou, niet wat ons geleerd is, wat we onszelf hebben aangeleerd in de wereld waarin we leven, is dat we ons steeds aanpassen. En dat komt, wellicht heb je al meerdere podcasts van mij geluisterd of video's gezien, maar ons beschermingsmechanisme is zo gebouwd om ons innerlijk kind te beschermen. In de wereld waarin we leven is dat nodig, omdat als we dat niet doen, ons innerlijk kind wordt dan heel vaak gekwetst. Dus is het belangrijk dat je jezelf kan beschermen daartegen. Nou, die beschermingsmechanismes zijn fantastisch, heel waardevol, heel belangrijk in je leven. Maar zorg er ook voor dat je beschermingsmechanisme opspeelt op momenten dat dat niet nodig is. Nou hebben we in onze jeugd vaak niet, en ook op school vaak niet geleerd van hoe gaan we daarmee om. Soms wel, maar was het ook gewoon nog niet de tijd voor jou om te leren, omdat je gewoon zover nog niet was om die informatie een plek te geven, om daarmee om te gaan. Dus vroeg of laat, en zeker als je deze podcast nu luistert, is het een moment voor jou van, hey, er is iets, een verlangen in jou van, oké, je wil het anders, je wil gelukkiger zijn, je wil succesvoller zijn in het leven. En hoe ga je dat doen? Wat is nou zo belangrijk? Nou, en doordat we ons steeds hebben geleerd aan te passen in ons leven, door om te gaan met onze ouders of onze broers of zussen of ooms of tantes, vrienden, vriendinnen, collega's, speelt dat beschermingsmechanisme speelt dus zo'n rol om jou te beschermen. En het is ook zo subtiel dat je het niet doorhebt dat die jou wil beschermen, waardoor je heel vaak niet echt jezelf bent. Want wanneer ben je echt jezelf? Je zuivere ik, dat is de ik die losstaat van harde stemmen in je hoofd. Die zeggen wat je moet, wat belangrijk is, omdat anderen dat vinden, of omdat het zo hoort, of omdat anderen van jou dat verwachten, of omdat het verstandiger is. En ik praat altijd over een harde stem en een zachte stem, want je beschermingsmechanisme is vaak een hele harde stem. En je zuivere zelf, je zuivere ziel, je ware ik, jouw innerlijk kind waar je verlangen zit, dat is een hele zachte stem. Die fluistert, die zegt, het liefst zou ik dit willen. Oh, als ik dat toch eens kon doen, dat zou toch fantastisch zijn. Die is zo subtiel. En omdat die harde stem van ons beschermingsmechanisme, nogmaals, die is goed, die hebben we ook nodig, maar we hebben er zo geleerd om daarna te luisteren, dat het zo lastig is om bij jezelf te komen van, goh, wat wil ik nou eigenlijk en wat vind ik nou belangrijk? En sommigen van ons denken, oh, dit vind ik belangrijk, en die luisteren nog heel erg naar die harde stem in hun hoofd. Terwijl jouw innerlijk kompas, jouw innerlijke wijsheid, alle antwoorden die je nodig hebt om een succesvol en een gelukkig leven te manifesteren, die komen met een hele subtiele, zacht geluid uit jou. Een stem, een innerlijk weten,
Dat is zo subtiel. En in de wereld waarin we leven, waar we druk hebben, hè, we hebben werk, we hebben kinderen, we hebben hobby's, we hebben vrienden, we willen nog andere leuke dingen doen, dus je moet constant keuzes maken. Nou is het zo dat we onszelf daardoor ook wel heel vaak verliezen. En we willen alle ballen hoog houden en dat kan en dat is prima, tot het moment dat je vastloopt. En dat is een wake-up call van, hey, jonge dame, het is tijd om eens meer naar jezelf te gaan. Waarom krijg je een burn-out? Waarom word je ziek? Waarom krijg je lichamelijke klachten? Waarom voel je je somber? Waarom voel je je depressief? Waarom zit je niet lekker in je vel? Ik zie dat als een wake-up call van, hallo, het is tijd om eens eventjes naar binnen te gaan en te gaan luisteren. Wat is in jouw leven belangrijk voor jou? En sommige vrouwen die denken, oh, als ik mezelf op één zet, ja, maar dan doe ik mijn kinderen tekort, dan doe ik mijn man tekort, dan doe ik mijn werk tekort. En die blijven me alle ballen hoog houden. Totdat ze een wake-up call krijgen. Iets meemaken in het leven wat niet leuk is. Waardoor ze wel genoodzaakt zijn om naar binnen te gaan. Naar zichzelf te gaan luisteren. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat vind ik zo belangrijk? Waar word ik blij van? Word ik echt blij van? Ik? Waar maakt mijn hart de vreugdesprong van? Ik geloof dat als jij 100% sturing neemt vanuit daar, je op de meest snelste manier en meest krachtigste manier een succesvol en een gelukkig leven manifesteert. En dat is zo mooi aan dit leven. Dat vind ik ook zo mooi aan het leven in deze tijd. Omdat we zoveel hulpmiddelen beschikbaar hebben om steeds dichter bij onszelf te komen en van daaruit keuzes te maken. Want op het moment dat je steeds keuzes maakt door te luisteren naar die harde stem, dat is niet jouw ware zelf. Dat is jouw beschermingsmechanisme. Jouw ware zelf, dat is dus die fluisterende stem. En waarom is dit de meest simpele en krachtigste manier? Omdat als jij puur vanuit wie jij bent, 100%, wat jij wil. Als jij doet waar je echt blij van wordt. Waar je gelukkig door wordt. Dan is jouw gevoel. En zijn jouw gedachtes op één lijn. En als we het hebben over manifesteren. Dus iets bereiken in je leven. Iets realiseren in je leven. Wat je heel graag wil. Dan is het cruciaal om jouw gedachtes en jouw gevoelens op één lijn te hebben. Heel vaak is het zo dat als we ons laten volgen door ons beschermingsmechanisme, die harde stem in ons hoofd, dan voelen wij iets anders. Want diep van binnen voelen we heel graag dat we bijvoorbeeld een eigen bedrijf zouden willen starten. Of diep van binnen voelen we heel graag dat we een nieuwe baan zouden willen. Of diep van binnen voelen we heel graag dat we kindjes zouden willen. Of diep van binnen voelen we heel graag dat we wat meer tijd voor onszelf zouden willen of een nieuwe hobby zouden willen doen. Maar je hoofd zegt, je beschermingsmechanisme zegt, nee, je hebt het te druk, nee, er zit een nieuwe baan met een hogere functie, je hebt daar geen diploma's voor, nee, een eigen bedrijf starten is veel te veel risico, dadelijk loop je, dadelijk kun je je hypotheek niet meer betalen. Ga zo maar door. Dus onze gedachten en onze gevoelens zijn niet op één lijn. Dat betekent dus dat jouw echte energie, die krachtige energie die jij in je hebt als vrouw, ook als man. Maar ik richt me hoofdzakelijk op vrouwen en mannen haken soms aan als ze zich geroepen voelen. Zeker welkom. Maar die krachtige energie die jij van binnen hebt, we zijn zo als mens zo sterk. Als die gedachten en die gevoelens op één lijn zijn, voem. Dan voel je die energie stromen. Ken je dat?
als je voor iets kiest en je denkt, ja, van binnen, oh, ik wil dit zo graag. En je hoofd denkt, ja, we gaan ervoor. Hoe snel dat je dan dingen kan realiseren. Wat gebeurt er dan vaak op het moment dat we dat... Nou, niet wat gebeurt er vaak, wat gebeurt er dan energetisch? Jouw hele systeem stroomt aan alle kanten. En mensen om jou heen, die voelen dat, die zien dat, die pikken dat onbewust op. En dan word je magnetisch. Dan word je magnetisch voor datgene wat je zo graag wil. Waar gaat het dan vaak mis? Op het moment dat we zeggen, ja, maar je hoofd, je beschermingsmechanisme zegt, ja, nee, maar het moet wel, de start van je bedrijf moet wel meteen succesvol zijn, want anders dan heb je een probleem. Of binnen 2 maanden moet je nieuwe klanten vinden, of de eerste klanten vinden. Of ja, ga maar dat bedrijf opstarten met dat idee, want anderen zijn daar ook succesvol in. Dit past wel bij jou, dus dit is ook dan jouw ding. Het gaat niet werken. Omdat jouw beschermingsmechanisme ermee gaat bemoeien, omdat hij jou wil beschermen. En dan raak je jezelf al kwijt. Het is zo sneaky. En tevens is dit dus zo lastig, maar tevens is het zo'n groot potentieel als je dit gaat ontwikkelen. En dat is handelen, ondernemen, actie nemen, inspired action nemen vanuit je hart. Ik heb hier zo mooie lessen in geleerd in het ondernemerschap. Ik ben sinds 2007 ondernemer. En ik heb 3 succesvolle bedrijven achter elkaar opgezet. En toen dacht ik, wow, hoe dan? Ik zie zoveel mensen omheen worstelen. Waarom? Hoe kan ik nou mensen begrijpen? Ik ben ook business coach, hè? Dus hoe kan ik nou mijn klanten begrijpen waarbij het niet lukt? Ik wilde dat antwoord vinden. Wat denk je wat ik kreeg? Wat denk je wat ik gemanifesteerd heb? Als we het hebben over, en dit is zo'n mooi voorbeeld, als we het hebben over manifesteren. Mijn hoofd zei, ik wil die mensen kunnen begrijpen. Mijn gevoel zei, ik wil die mensen kunnen begrijpen. Ik had 3 bedrijven opgezet. 2 binnen een jaar van 1 ton omzet en de derde binnen 2 jaar 7 ton omzet. Goed, ik was me hier nog helemaal niet zo bewust van. Nog niet zo diep in manifesteren gedoken in de theorie. Ik had een nieuw business concept en ik dacht echt, wauw, dit ga ik doen. Dit wordt mega groot, nog groter dan de andere. Ik ga hier mensen bij helpen, ik ga weer andere mensen connecten. Ik werd er ontzettend blij van, ik zag het helemaal zitten. Dit wordt het. Ja, nou, lang verhaal kort, met heel veel mensen, met hart en ziel aangewerkt. En wat denk je? Het mislukte. En ik dacht echt, hoe kan dit nou? Dit is toch echt wat ik wil? Ik geloof hier zo ontzettend in. Hoe kan het? Ik ben in mezelf gekeerd en ik ben zelf gaan onderzoeken, wat maakt nou manifesteren succesvol en wat niet? En daar heb ik 1 jaar over gedaan. Ik heb heel veel gemediteerd. Ik heb heel veel onderzoek, zelfonderzoek gedaan. Ik ben heel erg veel gaan luisteren naar die zachte stem in mij. En na 1 jaar kwam het antwoord. Succesvol manifesteren doe je alleen als je hartsverlangen volledig in 1 lijn is met wat je met je gedachtes. En dat je echt actie neemt vanuit je hart, vanuit hier. En je zou misschien dus denken, ja, maar dat is toch super simpel? Nee, dat is het niet, omdat jouw beschermingsmechanismes de hele dag door lopen te blaren. Dus, achteraf kwam ik erachter, jeetje, ik heb dit gewoon zelf gemanifesteerd. Ik wilde die mensen toch zo graag begrijpen. Ik heb het gewoon zelf gemanifesteerd. Wow, 1 van de meest zware periodes in mijn leven. Ik noem het ook wel de dark night of my soul. Ik voelde dat ik gefaald had. Ik voelde me mislukkeling. Ik voelde me
dat ik niks meer hier kon geven. Ik voelde me echt, echt heel ver weggezakt. En er is niks ergers dan jezelf zo voelen alsof je niet van waarde bent. En natuurlijk kun je zeggen, Danielle, je hebt al 3 bedrijven succesvol gezet. Natuurlijk ben je van waarde. Maar ik geloofde hierin. En ik voelde dat ik er niet toe deed. Een van de ergste pijnen die mensen hebben is het gevoel er niet toe doen. Dus ik voelde, wauw, dieper kan ik bijna niet gaan. Op dit level, dieper kan ik niet gaan. En dit is het mooiste cadeau wat ik ooit in mijn leven op dit vlak heb gehad. Want toen ontdekte ik, wow, hoezo zijn wij zo krachtig als mens? Als wij leren om wat we echt diep van binnen willen en dat voluit te leven, te vertellen, voluit te laten zien aan de wereld wie we echt zijn. Hoe fijn is dat voor jezelf? Hoe krachtig is dat om te bereiken wat je wil? En hoe mooi voorbeeld ben jij voor anderen om hetzelfde te doen? Je hoort wel eens vaker mensen die zeggen, je moet authentiek zijn, het is belangrijk om authentiek te zijn. Authentiek, jezelf zijn. Ja, dat weten we allemaal wel. Maar het echt begrijpen. Het echt doen. Dat is echt wel next level. En ik heb in mijn leven en in mijn business echt dingen gedaan die zo simpel leken en zo eenvoudig. En ik dacht echt, nou ja, het zal wel niks worden omdat het zo simpel is. En daardoor bereikte ik wel de meest succesvolle dingen. De dingen die ik heb opgezet vanuit mijn bedrijf, omdat ik voelde aan alles, ja, dit, zo wil ik het. Zonder alle, soms wist ik nog niet alle regels en strategieën en alle businessconcepten, allemaal hartstikke leuk. En natuurlijk heel fijn om te hebben achter de hand dat je een soort van houvast hebt. Maar ik heb dat ook echt moeten leren om al die lessen die ik heb geleerd op businessvlak. En dat is een ton. Ik heb een ton in mezelf geïnvesteerd in training en coaching. Ik heb echt moeten leren af te schakelen van alles wat ik heb geleerd. En alles wat mij is verteld door de meest succesvolle mensen ter wereld. Maar hoe wil ik ondernemen? Wat wil ik? Wat is zo belangrijk? En ik heb me zo verbaasd door dingen op te zetten waarvan je zou zeggen, nou, dat zal wel niks worden, want volgens de regels was het niet volgens de regels. Hè? Dus volgens de strategieën. En damn, oh echt mega succesvol. En dat is waar ik mijn klanten zo graag bij help. Om echt naar zichzelf te gaan. Ik leer ze ook echt om te luisteren. Wat is die zachte stem? Wat zegt die? Daar coach ik ze ook op, daar begeleid ik ze ook in. Omdat ik weet, je wordt alleen succesvol en gelukkig als jij echt keuzes maakt van wie jij bent en wat jij werkelijk wil. De antwoorden om jouw geluk en succes in het leven te geven komen vanuit je ziel. Dat is dus de taal van je ziel. Dat is dus jouw verlangen. Sommigen zeggen het hartverlangen. Anderen hebben niet zoveel met hartverlangen. Er zijn ook een heel groot deel van de mensen die reageren op een onderbuikgevoel. Dus iemand zegt iets en je denkt, of nou goed, dat er komt een stukje human design bij kijken. In human design ben ik ook aan het verdiepen. Ik volg daar verschillende opleidingen in. Het is een human design is een vorm waarbij je veel meer mensenkennis krijgt over jezelf. En het is een experiment waarmee je dan met jezelf in onderzoek gaat.
Wie ben ik en wat past bij mij? Wanneer ben ik echt mezelf? En wanneer ben ik niet mezelf? Dus dat is, ik vind dat een super interessante stroming, gedachtegoed. En een heel groot deel van de mensen zijn generators of manifesting generators. En die worden succesvol en die worden gelukkig op het moment dat iemand iets zegt of vraagt. En ze denken, ja, dat wil ik heel graag. Dat voelen ze in hun onderbuik of in hun lijf. Of, nee. Dat is ook een manier om antwoorden te krijgen. Hè, dus dat innerlijk weten. Sommigen hebben hun intuïtie sterk ontwikkeld. Die weten dan ineens iets. Maar hoe dan ook, iedereen kan de taal van de ziel ontdekken. Door meer af te schakelen in het drukkere leven. Meer naar zichzelf te gaan. Meer, nou ja, je kunt de natuur in. Je kunt mediteren, je kunt yoga doen. Je kunt rustige muziek luisteren. Je kunt gewoon mijmeren met een kopje thee of koffie. En stil zijn en jezelf een vraag stellen en dan wachten op een zacht antwoord. In plaats van die harde stem in je hoofd. Dat vind ik altijd zo simpel om die twee dan op die manier te onderscheiden. Omdat het onderscheid maken tussen je beschermingsmechanisme en wat je werkelijk diep van binnen wil, is heel subtiel. En als je dit nog niet getraind hebt, dan is het lastig. Maar dit kun je dus trainen. Ik was vroeger iemand die heel erg in mijn hoofd zat. Ik kon alleen maar piekeren, nadenken, heel veel praten om tot antwoorden te komen. Echt voelen, naar binnen gaan. Oh, ik kon dit niet. Dus als je nu luistert en denkt, oh Daniel, ik kan dit niet. Ik ben nog helemaal niet zo ver. Geloof me, dit is echt te trainen. Als ik het kan leren, dan kun jij het ook. Dus je antwoorden in alles in het leven komen vanuit je ziel. En je mag er ook op vertrouwen dat het universum jou daarbij steunt. Die jou ook dingen in het oor fluistert, bij wijze van. Ik geloof ook dat als je bepaalde keuzes maakt en er gebeurt dan daarna iets. Dat bijvoorbeeld een seintje is van, hé, maar je bent de verkeerde weg op aan het gaan. Dit is niet jouw bestemming in het leven. Je hebt een andere weg in te slaan. En we kunnen natuurlijk steeds een nieuwe keuze maken. Gaan we rechtdoor? Nemen we een afslag? Nemen we een zijpad? En op het moment dat je dan vastloopt, dat is een teken, je bent niet op de juiste weg. Dus uiteindelijk ben jij degene die alle antwoorden zelf kan vinden die jouw succes en geluk brengen in het leven. En bij alles ben je aan het onderzoeken, wat is dan mijn ding? Wat is dat? Wat is dat wat ik wil? Wat is het antwoord wat zo belangrijk is? Dus is het heel erg belangrijk om je eigen nieuwsgierigheid te gaan vertrouwen en niet wat anderen jou vertellen. We zijn ook heel vaak geneigd om advies van anderen op te volgen. Maar anderen geven jou advies vanuit hun zelf. Wat zij zouden doen, heel vaak, als ze in jouw schoenen zouden staan. Tenzij iemand zo ver ontwikkeld is dat hij heel erg gefocust is op jou en zijn eigen shit en zijn eigen beschermingsmechanismes de mond weet te snoeren zodat hij ook volledig op jou gefocust is. Maar de echte antwoorden komen altijd uit jezelf door je eigen nieuwsgierigheid te gaan vertrouwen. Dan komen we meteen op een heel mooi volgend thema. Daar ga ik nou niet dieper op in. Maar het vertrouwen van jezelf. Jezelf volledig accepteren zoals je bent. Dat vind ik ook zo'n mooi onderwerp. Zelfacceptatie. Ik zie gewoon dat heel veel vrouwen nog heel veel dingen van zichzelf niet accepteren. Want het is niet goed genoeg. En ze zijn te kritisch op zichzelf. Ze vertrouwen zichzelf ook niet volledig. Ja, dus daar is nog een hele mooie weg te gaan.
En wat ik je ook echt nog mee wil geven is, onze tekortkomingen maken ons echt. Onze tekortkomingen laten zien wie wij werkelijk zijn. Als je gaat kijken op social media, et cetera, het is allemaal natuurlijk heel erg, niet allemaal, nee, ik ga niet alles over één kam scheren, dat is ook niet correct. We willen wel vaak het mooie plaatje naar buiten laten zien. Hè, we willen niet onze shit allemaal laten zien. We willen ook niet laten zien onze struggles. Ook in de media, met het fotograferen van modellen, et cetera. Komt dan wel wat verandering in, maar ja, er is wel een bepaald beeld geschept van hoe die ideale vrouw eruit ziet, bijvoorbeeld. Op school, in ons werk, in het starten van je bedrijf en dan te maken hebben met klanten. We denken allemaal dat we moeten voldoen aan bepaalde verwachtingen, omdat we anders er niet toe doen. Een van de grootste angsten die wij als mens in ons hebben, er niet toe doen. Niet van betekenis kunnen zijn. Dus dan speelt dat beschermingsmechanisme weer op en dan gaat dat ons ook helpen, maar ook gaan we daardoor verder van ons afstaan. Terwijl het is zo fijn om te weten dat onze tekortkomingen ons echt maken. En dat we juist daarom zo mooi zijn, zo fantastisch zijn, zo juist zo van betekenis zijn, doordat wij ons echt ik laten zien. En ja, natuurlijk, vroeger op school was het zo fout, je maakte fout en dan word je gecorrigeerd. Dus ja, dan speelt dat beschermingsmechanisme weer op, want die wil niet geraakt worden. Die wil geen pijn, die wil zijn best doen. Terwijl wij nu wel echt mogen leren zelf en onze kinderen en onze kleinkinderen mogen leren dat onze tekortkomingen ons echt maken. Fouten maken is niet erg. Daar leer je van, daar word je beter van. Dat is ook normaal, dat is menselijk. En in heel veel opzichten zijn onze fouten het beste wat we in ons hebben. Heel vaak ligt er achter een fout een heel groot potentieel. Nou, niet heel vaak, dat is gewoon zo. Als we echt naar onszelf gaan, als we stiller worden, als we echt naar onszelf gaan en van daaruit gaan observeren, ontdekken we dat achter angst vertrouwen ligt. Dat achter niet weten, weten ligt. Dat achter onzekerheid, zekerheid ligt. En het is maar net één keuze verder om ermee aan de slag te gaan. Ja, ik moet zeggen echt, ik ben hier door deze ontdekking, dat heeft zoveel in mijn leven veranderd. En nog elke dag werk ik hieraan om bij mezelf te komen, te blijven en van daaruit observeren, oké, als ik iets voel, als ik iets denk, als ik iets hoor en ik voel dat dat iets met me doet en ik word een beetje kriebelig, dan ga ik onderzoeken, oké, wat wil ik? Wat wil ik in deze situatie? Wat is voor mij belangrijk? Om van daaruit de antwoorden te vinden. Dus ja, het leven is wat dat betreft heel simpel. Het leven is heel krachtig. Iedereen kan de weg naar geluk en succes heel snel afleggen. Door continu zichzelf te zijn. En ja, dat vraagt aandacht, dat vraagt bewustwording, dat vraagt tijd en focus van jou om dit voor jezelf verder te gaan ontwikkelen
en je bewustzijn daarin steeds verder te vergroten. Het is een fantastische reis en die reis mag je je hele leven laten duren, want dit is een never ending story. Totdat we hier weer vertrekken, zal dat altijd iets zijn waar je steeds een laag dieper in kan maken. En het mooie is, hoe verder je gaat, hoe dieper je gaat en anderen daarbij helpt, hoe mooier het leven en de wereld wordt. Dus ga de cadeautjes in je leven ontdekken. En maak plezier. Maak er geen wedstrijd van. Van, oh, dan en dan wil ik dit en dit bereikt hebben. Maar enjoy the ride. Not only the destination. Dus geniet van de bestemming. Maar geniet zeker van de reis ernaartoe. Het is, en zeker door het ondernemerschap, doordat ik zoveel dingen heb geleerd. Training heb gevolgd. Dingen heb gedaan. Dingen heb geprobeerd. Ook op mijn bek ben gegaan. Het mooiste zijn al die cadeautjes die ik heb gekregen. Waardoor ik steeds dichter bij mezelf kwam. Dus daarom help ik mijn klanten ook in dit proces, omdat ik weet, zij willen een gelukkig en succesvol leven en ik weet wat daarvoor nodig is. Ik hoop je geïnspireerd te hebben en ik wens je heel veel plezier met het afleggen van deze reis.